Yo, kijkers van Online Games en Van Achterkwijl, welkom terug bij de return van de halve finale van de UEFA Conference League. Jongens, de beslissende wedstrijd. Wie gaat er naar de finale? Is het Olympique Marseille of gaat avontuur toch door voor Feyenoord? Hopelijk de laatste Feyenoord. Hopelijk gaan die de finale bereiken. Maar we zullen het zien. We zullen het zien of Feyenoord van Olympique Marseille kan winnen. Ja, het moet sowieso winnen. Het hoeft niet. We hebben over 2-2 gelijk. Dan is Feyenoord door. Vanwege het uitdoelpuntregel. Dat is bij mij nog steeds dubbel. Ja, het is verwarrend. Maar het is hier in FIFA 21 is nog altijd zo. Het uitdoelpuntregel telt hier nog altijd nog dubbel. En dat zal zo ook blijven. Dus dat gaat helemaal goed komen. Goed, perfect, prima, goed. Laten we gewoon de reterende wedstrijd tussen Olympique Marseille en Feyenoord. Goed. Dan moeten we hier en daar nog wat dingetjes gaan doen. Goed. Afgereisd. Naar Marseille. En wat een stadion hebben die, hè? Fijn dat u erbij bent. Want ik voorzie een leuke wedstrijd hier in het Stade Vélodrome. Jeroen Guter en ikzelf, Sierre de Vos, wij zitten paraat om deze wedstrijd. En Frankrijk. We gaan kijken naar de tweede. Brood op bloed. Wat dat betekent, geen idee. Ik kan geen Frans. En ze nemen het op tegen Feyenoord. Nou, Sierre, ik moet zeggen dat ik heel benieuwd ben naar deze wedstrijd. Die 1899 liep uit op een gelijkspel en het lijkt erop dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Ik reken net zoals in de hele. Voor de naam van Olympique Marseille omgeroepen. Voor het thuispubliek. Feyenoord met de Olympique Marseille met man daarna onder de lat. Kalatkar, Alvaro, Boller die drie man. Camara, centraal verdediging, middenveld denk ik 4, middenveld Nagatomo, Guyet, Touwen, Lirola, Milik en Payet, 3-1-4-2. We kijken naar de basiself. Marciano, 4-2-3-1 opstelling. Malaas, Senesi, Trauno, Geertruida. Ja, maar wel met twee middenvelders. Oostens, Jens Torenstra, dan heb ik hier ook wat veranderd. Sinister, Til, niet Jorrit Hendricks, maar Brian Linssen erin en Cyril Dessers. Ik heb het vervangen. Die mensen meeslepende Stade de Vélodrome is alweer ruim 80 jaar de tijd. Hier gaat het afspelen. De Marseille. In Marseille. En dan werd hier ook. Wie gaat er naar de finale? Het stadion van nu. Tja, Feyenoord stunt hem. Hier. Ik vraag me af waarom. In Zuid-Frankrijk, ja, volgens mooi, mij. Hè? Maar de wedstrijd is in ieder geval begonnen. De returnwedstrijd. Feyenoord moet minimaal 2 keer scoren. Mooi afgeschermd die bal. Hou hem tegen. Ja, dat is de eerste overtreding aan de tweede minuut. Wat ga je doen? Ah, oh, gelijk meteen geel op de bal. Gelijk geel. De bal met de fluit laat zien dat hij gelijk bij de les is. Geel. En de tweede minuut direct geel. Dat is wel heel zwaar hoor, geel. Dan mag het toch wel eens een waarschuwing zijn, maar nu een tweede minuut bam, geel gelijk. Trouwens nog, Marciano. Oh, dat is een fout. Wat een fout. Trauno, los dat op. Wat is hij kwijt naar die tackle? Hou hem binnen. Sinister kan hem niet binnenhouden. Inworp. Wow. Milik. Zo mooi, zo Milik. Trauno, Arsnes. We gaan deze speler eens van nabij volgen. Daar gaat Cyril Dessers. Dessers. Dessers! Maar die keeper! Wat was dat een kans op de zege zeg? Tja, hij kwam alleen voor de. Dessers was er door, hè? Daar staat dan ook nog een keeper en die levert puur vakwerk af. De corner. Hoekschop komt voor. Hij grijpt in, maar het gevaar. Het is er nu! Ja, zo'n bal. Ja, daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Ja, dat zie je ook hier weer. Ja, het is een kwestie van. Feyenoord techniek. Gaat er volop voor die aanval.
Feyenoord weer die bal. Ze moeten goed kijken wat kan, wat niet kan. Geen domme dingen doen. Dessers! 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 Ah! Dan komt hij er niet uit. Bol Lirola. Arkadiusz Milik. Speelt hem hoog. En dan zijn we daar gespeeld. Dan lijken bijna klaar te zijn. En Marciano. Wat een volkomen geweldige redding. Wat nodig is. Wat een redding. Dat maakt het verschil. Bal naar het midden. Dessers. Florian Thauvin. Iedereen in de verdediging bij Feyenoord. Toon, dat is. Hij legt hem op de stip. In de 16 en dus een strafschop. Ja, dat is niet. Toon, het leek mij geen overtreding. Kan zijn ploeg nu op achterstand komen? Een strafschop, nou, vind ik niet, hoor. Ik vind het ook niet, hoor. Scheidsrechter is alles heel gedecideerd. Ik vind het ook niet. Eigenlijk ook helemaal geen problemen mee. Nou, hij gaat zelf liggen. Om de schild te krijgen. Die mag van geluk spreken dat dat niet gebeurt. Hij gaat gewoon liggen en de scheidsrechter doet erin mee. Marciano, het is 1-0. Keeper bleef staan. En nu is het dus alles of niets. 75 minuten te gaan. Nou, deze penalty is eigenlijk niet tegen te houden. Mooi, laag in de hoek, buiten bereik van de doelman. Perfect. Milik scoort, 14e minuut. Staat het nu 2-1. Feyenoord een doelpunt nodig binnen 75 minuten, anders ligt het eruit. Nog steeds aan de bal. En daar gaat hij voor de uitdaging. Komt hier de aansluiting. Ja, normaal gesproken gaat zo'n bal erin. Maar ja, dan heb je nog zo'n doelman, hè? Die redt echt op fenomenale wijze. Trouw nog. Ik kan niet helemaal goed zien in de zon. Ausnes. Waarom blijft hij gewoon daar zo staan? Ausnes, ja? Weer ingeleverd. De bal gaat rustig rond op eigen helft. Ze hebben blijkbaar alle tijd. Ze dwingen hem min of meer tot een wilde trap. Ja, en dat leidt tot balverlies. Ja, dus natuurlijk. De Olympique Marseille is gewoon één van de grootste favoriet om de Conference League te winnen. Kans opleveren. Dat is wel een dingetje, hoor. Bal bij de tegenpartij. Steken. Brian. Nog een keer steken. Ja, Til. Is daar voorbij. Til. Eén balletje naar die kant en het is 1-1. En dat bedoel ik. Zie je ster, het is 1-1. Met dat doelpunt staan ze dus weer helemaal. En in totaal 2-2. De grote kans voor Feyenoord dit is, een goal waar we voorlopig is gekomen. Krijgen, en Feyenoord heeft het uit doelpunt te pakken. Een prachtige paas, waarbij de bal precies. Maar met deze stand gaan we verlengen. Door staan ze met z'n tweeën tegenover de keeper. En dan wordt het wel heel makkelijk om de bal in het doel te deponeren. 27e minuut. Over twee wedstrijden. Misschien moeten we nog een hele wedstrijd nog gaan. Dat kan, maar tot nu toe wel, maar we zullen het zien, officieel nog een uur, in de reguliere speeltijd. ...in het Europese voetbal, maar was wel de eerste Nederlandse club die een grote Europese prijs won in San Siro. In Milaan inderdaad op 6 mei 1970. 6 mei 1970, dat is fucking lang geleden. Een historisch moment voor het Nederlandse voetbal. Overigens één jaar nadat Ajax voor het eerst in de finale kwam van de Europa Cup 1. En met 4-1 verloor van AC Milan in Bernabeu. Dat weet ik allemaal niet meer. Dimitri Payet. Oi.
En hij zit ertussen. Sinisterra. Sinisterra houdt die bal nog binnen. Kan hij hem daarvoor krijgen? Ja, dat kan. En dan. Vertrokken. Dessers, Dessers. Ai, ai, ai. Ja, ik heb Dessers en Lins er natuurlijk in staan. Boubacar Camara. Ousnes. Oh, Dessers, wat is dit nou? Daar gaat het balbezit. Wat een fout. Een hele domme fout, ja. Arbiter laat het spel doorgaan na die overtreding tegen Olympique. Dimitri Payet. Arkadiusz Milik. Mooie kopbal, maar de doelman weet hem te stoppen. Dan is hij echt Sinisterra. Dankbaar gebruikt. Sinisterra, Sinisterra. Ja? Ja? Oh, corner. Als je dat op straat doet, krijg je de politie achter je aan. En op deze plek op het veld. Corner voor Feyenoord. Hoekschop in het centrum geplaatst. Zegt hij aan. Sinisterra. Sinisterra met een uithaal. Die bal gaat er bijna in. Ja, misschien dat hij hem iets minder hard had moeten. Ja, daarmee moet je geluk mee hebben. Hè? Voordeel voor Feyenoord. Hij weet ervoor. En eigenlijk had die site gewoon moeten fluiten. Maar dat doet hij vuilwacht niet. Dat is soms zo. Ze hebben het zo. Echt ingespeeld als je voordeel hebt en je trapt één keer die bal, dat je dan de voordeelregel weg hebt. Maar Linssen heeft de bal. Linssen, hey, dat lijkt speeltijd bij. Nog altijd mij iets, maar ja. Ja, natuurlijk wil je dat Feyenoord in de finale komt. Ook Ajax wil dat. Sommige fans dan, hè. Kijk, van die echte ultras die natuurlijk niet, maar die willen alleen maar ruzie. De corner. Al naar het midden. Linssen klopt. Poging 2 om weer te gaan voorzetten. Dat kan! Dit is de kopbal! Dit is de goal! Voor Ciro Dessen. Het is 2-1 voor Feyenoord. De beslissing van die tweeluik. Nou, wacht eventjes. Zo goed als, hè. Weet je, zie het? Marseille moet er nu 2 gaan maken. In 45 minuten. Het doelpunt ontstaat eigenlijk door die voorzet die je gerust vlekkeloos mag noemen. Dat zie je hier nog eens. Dan is het voor de doelpuntenmaker een koud kus. Dessers. Hij krijgt alle tijd en ruimte daar in het 16 meter gebied. En kan de bal dan 2-1. Nonchalant langs de doelman. Het staat 2-1. Het is niet te geloven, maar het is echt waar. 2-1 voor Feyenoord. Heeft meer uitdoelpunten. Kijk, dat is nu wel heel leuk en heel lekker. Dat natuurlijk wel. Het kan een voordeel zijn, het kan een nadeel zijn. En nu zit het hier het voordeel. Fijn dat meer uitdoelpunten gemaakt dan Olympique Marseille. En we gaan rusten. Het bereiken van de rust is de stand 2-1. Fijn dat we proberen om die derde doelpunt te maken. Want dan is het bijna zo goed als klaar. Zo speel je natuurlijk wel een cruciale rol, hè? Door vlak voor rust te scoren en je ploeg op voorsprong te zetten. Ja, het was eigenlijk geen penalty, anders had Feyenoord nu op 2-0 gestaan. De kleedkamer in. Maar ook nu weer vlak voor rust, hè. Dat was gisteren ook zo. En vandaag is dat dus ook zo. Balbezit, ja. 4 op 7, opdoel 3 op 5. Een balbezit, dat maakt niet uit als je maar gewoon de meeste goals maakt. 5 op 6, overtredingen. 2 gele kaarten, 1 blessures, 1 buitenveld en corners 1 op 3. Dat zijn dus de... De dingen. Goed. We gaan naar de tweede helft. 3 kwartier nog te gaan. Gaat Feyenoord naar de finale. Het is heel spannend. Dat zeker. We zullen het zien. Laten wij. Goed naar de tweede helft. 45 minuten te gaan. En Feyenoord zit in Albanië in de finale. Tegen Roma. Of tegen Leicester City. Ik denk dat het Roma gaat worden.
tegen Karsdorp, de oud Feyenoorder. Tyrell Malasia. De bal gaat over de zijkant. Guus Til. Jens Torenstra. In de loop gegeven. Linssen. Brian Linssen. Strafje op gebied aan Linssen. Hij krijgt hem wel voor. Maar er loopt er niet echt iemand al tegenaan. Feyenoord moet de wedstrijd gaan uitspelen met Dessers. Dessers, keeper komt. Ver, keeper. Oh. De doelman tikt hem over de lat. Hé, wat een mazzel voor de keeper. Wat een pech voor Dessers. Maar ze moeten het niet al te mooi doen. Corner voor het doel gebracht. Sneezy. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zelf. 40 minuten. Toch jammer hoor. Ja, je kunt zo'n beetje wel gaan aftellen. Dessers, Dessers zet door, Dessers! De keeper doet er niet aan mee. Hij vindt dat hij genoeg heeft gescoord. Misschien de volgende wel weer. En weer de keeper. En de corner. Die speler kan echt niet meer verder hoor. Stoffer en Blik hebben vervanging komen. De trainer kan niet anders meer dan ingrijpen. Hij moet hem inderdaad van het veld halen. En dus zo zijn we weer een minuut verder dat de corner wordt genomen. De bal wordt voor het doel gebracht. De kopbal van Linssen. De verdediging werkt die bal goed weg. Jens Torenstra. Torenstra. Hij probeert naar binnen te Dessers. Komen. Dessers. Dessers wordt geblokt. De staat in de baan van het schot. Boubacar Camara. Alvaro González. Alle ruimte voor een dribbel. Mudik, hij is gevaarlijk, Mudik. Gaat dit wat worden? Senesi, goed gedaan. Brian Linssen. En een offensief van de Rotterdammers. Linssen, Brian Linssen, de voorzet. Bij de eerste paal. Maar eenvoudige ingreep. De keeper. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Nog een half uur te gaan, officieel. Ze zetten hoog druk. En dan heeft Feyenoord de bal weer. Guus Til. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Florian Thauvin. Vandaag komen ze Mudik. De basis goed aan. Eigenlijk moet ik hem hard blesseren. Duurt niet lang. Maar ja, dat is makkelijk gezegd en gedaan. Til. Misschien moet ik dadelijk ook misschien eens een keertje gaan wisselen. Feyenoord aan het aanvallen. Linssen, dit is buitenspel. Nee, wel buitenspel dus. Goed, ik ga nu ook heel even een wissel inzetten. Ik doe dit bijna nooit, maar ik ga Til eruit zetten. Hendricks zet ik bij. Hij is centraal verdediging middenvelder, is hij. Dus ik ga hem daar neerzetten. Torenstra daar. Hij loopt met geel natuurlijk. Dus dat zijn dus twee wissels die ik ga inzetten nu. Ingebracht worden. Wissel hier. Pat Gray. A sa place, nummer 21, Valentin Rongier. Die trainer wil niet het risico van een tweede gele kaart lopen. Dus haalt hij... Haps voor Malatia. En Jan kan... Guus Til voor Jorrit Hendricks. Jorrit Hendricks is natuurlijk ook een Limburger. Naast Brian Linssen. Slechte pas, hij levert hem in. Dat moet beter. Linssen. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Dessers. Dan is het weer weg. Goed gedaan, het is een ego even Feyenoord. En nu gaat het aftellen toch wel eens langzamerhand beginnen.
Linssen. Cyril Dessers. Dessers. Dessers niet alleen niet te mooi doen. Ze feesten wel daar, maar ze staan achter. Hij wordt belaagd, maar weet die bal goed te verwerken. En daar moet er ingegrepen worden. Trauner doet het. Nog niet klaar. Wie gaat hem hier lappen? Hij grijpt in, maar Hendricks krijgt die bal niet weg. Hoe onderschept die bal? Nog een keer Hendricks. Trauner. En weg. Actie weet hij de bal af te pakken. Kunnen ze dit snel uitspelen? En Linssen, kwartier nog te gaan, nog 15 minuten. Ryan Linssen. Linssen, de voorzet, die kopbal komt net niet. Ausnus, die komt. De bal weg te werken. Dessels. Komt tegen de tegenspeler. Zo blijft Feyenoord aan de bal. Ryan Linssen. Linssen, nog een keer de voorzet. Richting iemand anders. Neutraliseert het gevaar van die bal. En zo zijn we weer een paar minuten verder. Radius Mili. Florian Thauvin. Camara. Camara. Daar is Arkadiusz Milik. Hij denkt, geef hier dat ding. Linssen. We gaan de laatste 10 minuten nog. Reguliere speeltijd in. 1 tegengoal is genoeg. Het moet er dan niet meer zijn. Dan is het afgelopen. En Dario Benedetto. Oh, de Fransen die slaan vaak toe, hè. De spelers van Olympique de Marseille pasen beheerst. Kijk eens hoe die bal rondgaat. Hij vertrekt te vroeg en staat buitenspel. Eigenlijk komt hij hier gewoon te vroeg in beweging. Buitenspel. En nu ga ik wisselen. Dit is een cruciaal moment. Texera Linssen. Voor Sinisterra, laten we het zo doen. Zijn ploeg lijkt te gaan winnen. En hij heeft daar met zijn goede spel een belangrijke bijdrage aan geleverd. De wissel. Nu gaan we even wachten. Nu gaan we even wachten. Je hoort het publiek morgen. Je hoort ze fluiten, maar wij wachten. De thuisfans zijn niet. Wij wachten en nu ze trappen we. 20 minuten wegtikken. Ze zien ze wegtikken en de tegenstander heeft geen enkele haast. Zie het, ik zag die coach net al daar. Tijd trekken, natuurlijk, waarom niet? Dat doet, niet, dat doet iedereen. De tegenstander aan het tijdrekken is. Want de thuisploeg moet scoren, willen ze die uitschakeling voorkomen. Boubacar, ja, de finale, 5 minuten nog. Naar de kans hier. En dan. Is het weer het voordeel voor Feyenoord? Tik de tijd verder weg. Gaan we de slotfase bijna. Zitten we bijna in de 87ste minuut. We gaan ze naar achter sturen. We trappen die bal. Zo zitten we dus in de 87ste minuut. Over 4 minuten. Is de reguliere speeltijd voorbij. 88ste minuut, dit is Arkadiusz Milik. Goed, ingreep, nog eentje, ingreep Milik eraf. Hoppa, ja. Even die aanval eruit halen. Wel een gele kaart, maakt niet uit. 88ste minuut. Ik zweer het je, die speler die hoopte stiekem dat hij het vergeten was. Maar niet dus. En zo zijn weer een minuut verder. Dat zijn toch kleine beetjes die toch wel helpen. De speler werkt de bal naar voren. Valentin Rongier. En? De scheidsrechter is resoluut. Penalty? De bal weer op de stip leggen. Oei, oei, oei. Een strafschop. Nou, vind ik niet hoor. Ik vind het ook niet. Is alles heel gedecideerd en ik heb eigenlijk ook helemaal geen probleem. En hij gaat ernaast! Hij gaat ernaast! Dit is de strafschop. Die pingel belandt echt het eind naast het doel. Ja, zo'n bal kun je zo niet naschieten. Neem hem dan niet.
Ik ga weer even wachten. Extra tijd. Dankbaar voor die 4 minuten extra, want ze moeten scoren. De blessuretijd mag van de thuissupporters natuurlijk zo lang mogelijk. Ja, Linssen, Brian Linssen helemaal vrij. Linssen. Hij pakt de bal en begint een uitbraak. Linssen. Nee. Behoorlijk ver naast hoor deze bal. Zo zitten we halverwege al. Anderhalve minuut nog. Bal weggepeerd, laatste minuut. Dat was toen het moment voor Ajax dat ze eruit lagen. Dat minuut, dat ene minuut. Wat spannend was. Maar de extra tijd die zit erop hoor. Maar Marseille mag nog een keertje verder. Mag, dan zal het toch afgelopen zijn? Jawel! Feyenoord na de finale van de Conference League. Natuurlijk hadden ze het liever met een grote... Het is gelukt! ...willen beklinken, maar ja, ze moeten het doen met deze kleine marge. Maar waar het echt om gaat, is het eindstrijd. Feyenoord is er! Het behalen Feyenoord zit in die eindstrijd, volgens FIFA. Maar in het echt, weten we het al niet. Aanstaande donderdag, komende donderdag. Dit was zonder meer een goede wedstrijd van hem. Tegen, ja, het is Olympique Marseille. We zullen het zien als het echt, echt zo is. Maar volgens mij, bij mij, is dat wel zo. Feyenoord wint met 2-1. Dat was dus genoeg. De laatste 10 minuten hebben we dus veel tijd getrokken. Deze penalty ging erin. Die andere ging daarnaast. Dus dit. Het was goed met Feyenoord wint dus met 2-1. En in totaal 2-3. Goed. Kijkers. Donderdag. De echte wedstrijd en na de return. Hopelijk gaat Feyenoord na de finale. Maar dat zullen we wel zien. Hè? Ik bedoel, het is een... Mooie wedstrijd gezien, dat sowieso. Maar we zijn bijna een half uur bezig. Maar ik kom wel veel tijd hebben getrokken, dat natuurlijk ook. Maar bij je. Wij zullen het zien. Komende week kijken of Feyenoord in ieder geval de finale. Misschien is het hier, is dit weer het einde van onze race van de wedstrijden. Ik hoop van niet, hopelijk gaan we door tot aan de finale. Maar ondanks hebben we toch wel mooie voorspellingen laten zien. Zo zie je 2-1. Dat was ook heel mooi. Goed, kijkers. Wij zien elkaar in ieder geval de volgende keer in de finale. Feyenoord. Hopelijk in de finale. Zo niet. Dan hebben we toch een mooi, prachtig Europees seizoen achter de rug gehad. Met 5 Nederlandse clubs. We zullen het zien. Ik ga het hier eens laten. Misschien is dit de laatste. Misschien ook niet. Ik weet het allemaal niet. Het lot ligt aan Feyenoord, zo mensen, de kijkers. Bedankt voor kijken, bedankt voor liken. En we zijn misschien hopelijk tot de volgende keer, hè, jongens. Mazzel!